Aal Verkempen, melkveehouder in Putten. We hebben hier een melkveehouderijbedrijf met 95 melkkoeien met bijbehorend jongvee. We hebben hier 64 hectare grond om de boerderij liggen. En we zochten vorig jaar eigenlijk een nieuwe shovel. Een wat grotere, die ook makkelijker de voermengwagen kon vullen. We zijn naar Agritechnica geweest. We hebben een aantal shovels, best wel heel veel shovels, vergeleken. En het ging mij erom een hele makkelijke instap vanwege mijn postuur natuurlijk. Dat ik geen 3 of 4 treden nodig heb, maar 1 tree. Een wijde instap, maar ook een hele prettige cabine om je heen. Niet een ding waar je eigen opgesloten voelt. En toen vonden we toch de shovel bij Klaas. En aangezien ik eigenlijk helemaal niet bij de Klaasdealer was, zijn we toch naar de Klaasdealer getogen. En uiteindelijk hebben we deze Klaasshovel gekocht. En met volle tevredenheid, veel zicht in de cabine. De shovel die doet wat je van hem verlangt. Het is niet zo dat als je de hendel bedient dat hij eerst nog eens even wacht. Nee, hij doet wat hij moet doen. Vrij grote wielen eronder. We hebben automatische smering erop gekocht. Dat is altijd wel makkelijk bij een melkveehouderijbedrijf. We hebben ook achteruit rijverlichting erbij gekocht. Die ook echt langs de shovel heen schijnt. Is ook erg makkelijk als je s'avonds in de wintertijd in de sleupsilo achteruit rijdt met je wanden. Dat je goed zicht hebt, dan rijd ik niet tegen die wanden op of beschadig ik wat. Vanuit de cabine het zicht op de bak is heel erg fijn. Ook het aankoppelen. Als de pennen in de bak vergrendelen, dan kan je dat vanuit de cabine zien. En dat vind ik bijzonder makkelijk, dat je niet vanuit de cabine eerst nog controleren moet of die pennen er doorheen zitten. Ontzettend veel kracht heeft hij, ook duwen, maar ook het beuren erin. Kortom, we hebben ontzettend schik van deze shovel. We hebben nog 0 onkosten aan het ding gehad. En het nou in 400 uur gelopen, is nog niet terug geweest. Dus dat is eigenlijk in kort mijn verhaal.